PL-voorzitter Paul Sommaharjo die is er vandaag ingegaan op de Nikos opiniepeiling en hoe de Percelle Hoer daar tegenover staat en wat is, hoe Sommaharjo deze opiniepeiling wel ziet. Nou, voor hem zijn de resultaten fake, want zijn resultaten haalt hij vanuit het veld, zegt de heer Sommaharjo. Hij is er ook ingegaan op de grootste massameeting die gehouden zal worden in het reisdistrict Nikeri. We voeren nu naar dit vraaggesprek met PL-voorzitter Paul Sommaharjo. PL-voorzitter Paul Sommaharjo. Nikos die is er uitgekomen met een opiniepeiling. Ten eerste, een reactie van u op deze opiniepeiling en vooral ook wat er gezegd wordt over de Percelle Hoer. Ja, natuurlijk. Normaal zou ik niet reageren op opiniepeilingen, omdat onze opiniepeiling is het veld. Ja, ten eerste, de partij Percelle Hoer is een bona fide partij, is een grote partij. We hebben geregistreerde leden. En wat daar staat, ten aanzien van Percelle Hoer, zien wij als fake. Ja, fake in de zin van, het is niet waar, het klopt niet. Ja, omdat alleen die geregistreerd zijn, heeft de kiesdeur kunnen halen. Eén. En twee, vanaf het begin van de partij, vanaf de aanvang, de start, hebben we nooit in Paramaribo verloren. We hebben altijd inzet, dat is basis. Vanaf de jaren 70, toen heette we Pandawalima, 80, tijdens militaire regime, 90, 2000, met of zonder samenwerking. Zonder samenwerking in de jaren 80 hadden we ook inzeters. Samenwerking in 2000 in het frontformaat hadden we ook inzeters. 2010 alleen hadden we inzet met meer dan 9000 stemmen. We zouden bijna twee zitten halen. In 2015 gingen we samenwerken met die VOC, we hebben ook inzet gehaald. Dus wat daar staat, vinden wij, ja, het lijkt wel dat de wens, de gedachte is van de vader. Dus is de wens van de opiniepeiler, omdat er maar twee partijen mogen zijn, twee partijenstelsel, de anderen tellen niet mee. Ik kan niet voorstellen dat in geen enkel land waar de opiniepeiler is lid van een partij. Ik wil hem met respect. Dus maar gaat eens zeggen, kijk, hij is professor. Ja, dan vind ik, kijk, wij gaan niet bemoeien in andere partijen wat die peilingen zijn. Ja, dat interesseert ons niet. Wat ons interesseert is dat de partij Percelle Hoer stabiel is. Dat de partij Percelle Hoer als basis altijd één zetel heeft. Dus daar maken we helemaal geen zorgen van. We worden ook niet wakker van. Ja, we zeggen alleen van, het is voor het eerst in de geschiedenis, overal waar je ook gaat. Er is nooit iemand die peiling geeft en zelf zitting neemt in een partij. Ja, dus dat klopt niet, bij ons klopt het. Ik weet of bij anderen, maar bij ons klopt het niet. Het is niet alleen bij deze opiniepeiling, bij andere opiniepeilers ook. Verleden had het ook gezegd van IDOS, dat wij met 0 zetels komen. Aankomen komen op 5 of 6 zetels. Een andere grapenmaker, die was, ik geloof de heer Dindas of zoiets, die had ook gezegd dat de HVB veel groter is dan de PL. Maar time will tell. En wat ik wilde zeggen is, PL is stabiel. We hebben zoveel massamiti meegemaakt in Paramaribo, in Wanica en Komwijn. En we gaan dat niet in het donker laten plaatsvinden. Het is live uitgezonden. Iedereen ziet het, iedereen weet. Ik weet vandaar, van waar die gedachte, dat we helemaal verdwenen zijn in Paramaribo. En ik, als dat het geval is, dan moet ik zeggen, dan moeten we de partij maar opdoeken. En dan heeft het volk ons niet meer nodig. En we zien de partij groeien, we gaan naar Nikeri. En dat gaat u zelf meemaken. Dus ik geloof partijen die genoemd zijn? Nee, ik geloof, kijk, dat is, nogmaals, is de wens is de gedachte van de vader. Ja, dat is gecreëerd. Ja, men wil zo laten lijken. Ja, van de andere partij gaat naar de ene partij. Dus er moeten twee partijen zijn, of die of dat. Maar dat is niet waar. De waarheid is dat wij, andere partijen, kleine partijen, opkomende partijen, ook meedoen er is. Zeker PL. In Paramaribo is PL altijd verzekerd van inzetten. Maar verrast dat de NDP, die de huidige coalitie vormt, nog steeds in de race zal zijn, zoals de opiniepeiling dat zegt? Nou, nogmaals, het gaat mij niet aan wat de andere partijen, hoeveel de andere partijen zijn. Wat mij interesseert is één,
hoe groot is onze partij gegroeid. Wat me interesseert is, ja, volgens de registratie zijn we stabiel gebleven. Ja, voor de registratie zijn die mensen weg. Die stomfoto's zijn er nog in leven. Ja, je weet, we hebben ook stomfoto's. Ja, en ik denk niet dat 100% van onze stomfoto's is komen te ontvallen. Ja, we hebben zeker nog 90% tot 80%. Ja, en daarom zeg ik maar... We maken helemaal geen zorgen, we worden niet wakker van de opiniepeilingen. Het interesseert me niet hoeveel die andere partij gaan krijgen of ze reed aan reed zijn. Maar wij, zij is ook in de finale. Heer Somaharjo, jullie gaan richting Nikeri. Ja, we gaan richting Nikeri. We hebben gezegd van we gaan ons sport, sociaal, cultureel centrum openen. We zijn niet bezig met het egaliseren. Het is zo goed als klaar. We gaan nu tent aan het bouwen. Het sociaal betreft hebben wij ons bejaardenhuis al. Het is een groot terrein, ik denk 2 of 3 hectare. Ja, we gaan sportaccommodatie plaatsen, zoals mini voetbal. Volleyballen en daarna cultuur willen we ook behouden. We zijn ook begonnen in Mariënburg, ja, cultureel, want je weet, het volk die zijn cultuur niet kent, is geen volk. En zo willen we onze cultuur behouden. En vandaar dat wij het groot gaan doorgaan, heel groot. Ja, misschien zal die activiteit de grootste zijn in die keer. Niet alleen voor dat moment, maar voor het hele jaar of misschien voor altijd. Ja, want het wordt groot, heel groot opgezet. En de mensen mag veel verwachten. De kinderen bijvoorbeeld, die krijgen dan, ja, zoals we gewend zijn, we zijn sociale partij, sociale kracht. Ja, wordt dan verwend met de clown, met speelgoederen. De AOV'ers zijn we ook niet vergeten. Ja, want die, ja, dankzij hun zijn wij nu waar we nu zijn. Ja, de vrouwen vooral, ik heb gezegd, de vrouw is de beste econoom, die gaan we ook gedenken. En dus iedereen komt aan in trekken. En vooral de basisgoederen. Ja, we gaan niet verdelen, gratis neen. Ja, we gaan de kosten geven. En op die dag willen we tegemoetkomen 50% korting. Je weet, alles is duur. De prijs zullen naar 500%, omdat één persoon die importeert. Ja, als we aan de macht komen, willen we dat realiseren door een centrale import. Dat er centraal geïmporteerd wordt. Ja, dat niet één persoon de monopolie krijgt om te importeren. Ja, vandaar bepaald heeft dat 5 gulden per kilo, morgen 10 kilo. Kijk naar de aardappelen, naar de uien nu. Is nu 9,50 per kilo. En wij gaan het voor 2,50 verkopen. Aardappelen 2,50, suiker 2,50. Zijn vrij, omdat wij die vracht niet hoeven te betalen. In Nigeria, de producenten, de gelegenheid is van ja, kun je voor 10 gulden per 5 kilo verkopen. Ik mag geen reclame, hè, maar dat zijn de realiteit. En naast die, dan is de activiteiten normaal. U zegt, het wordt heel groot in Nikeri. Waarom willen jullie het zo groot in Nikeri doen? Nou, kijk, ik heb verteld, het is opening, grand opening van sport, sociaal, cultureel centrum. Ja, wat sociaal betreft, hebben we al gezegd, ja, we gaan zelf uitbreiden. We waren al begonnen, maar toen kwam een kleine tsunami in Nikeri. Ja, allemaal is overgewaaid, die gaan we weer aanpakken. De zaak gaat goed gaan. En je ziet dat zoveel medewerkers die willen helpen. Niet om die zetel alleen te behouden. Ja, dat is sowieso. We hebben langer dan 30 jaar gestreden voor die één zetel, voor die eenheid. Ja, nu is de partij gegroeid en we verwachten dat we meer dan één zetel krijgen. En als u mij vraagt, maar heb je dan kandidaten? Kandidaten hebben wij al gefocust, gescout. En die mensen zijn enthousiast die we gescout hebben om dan als kandidaat DNA te zijn. Zoals u weet, in die keer heb je 5 kandidaten. Daarnaast kijken we ook naar 5 reserve. Want als die één uitvalt, dan moet die andere kunnen inspringen. Niemand is bij ons onvervangbaar. Dan hebben we totaal 10 gemotiveerde kandidaten. En in die 10 zit meer Waidoor in. Ja, dat mag geen twijfel trekken. Maar anderzijds willen we de andere namen nog niet bekendmaken. Omdat wij de strategie van onze politieke tegenstander kennen. Die doet aan inbraakpolitiek. Kijk maar aan meneer Algu. Op het moment dat men weet dat de heer Algu bij ons is, lid van de partijraad. De volgende dag is hij minister geworden. En wat zal de boodschap in Nikeri worden? De
boodschap van die keer worden. Dus naast de productie moeten wij de logistiek voor geven. Dus je niet kan alleen verbouwen, reizen. Er moeten ook alternatieven zijn. Ja, zoveel mogelijkheden. Dus dat werkgelegenheid voor de aanwezig zijn. En de logistiek, denk ik, ja, dat wij naast de centrale import ook centrale export moeten kunnen organiseren. En dat ga ik daar uitleggen tijdens onze toespraken. En nogmaals, ik herhaal, we gaan dat niet in het donker doen of onder de tafel. We gaan dat live uitzenden, dat iedereen kan wiemen, dat iedereen kan zien dat Partij Luhor niet op sterven is, dat Partij Luhor haar bestaansrecht weet te behouden. Keer op keer zeggen ze dat Nikiri voor ons nooit haalbaar is. Nu zijn wij zo goed als zeker dat die één zetel, van die één zetel, dat we kunnen behouden. En we gaan naar de tweede, misschien naar de derde. Ik hoorde nu al dat de heer Doekie niet meer geplaatst wordt. Als dat het geval is, dat is voor ons een open goal om naar de tweede zetel. Je weet, persoonlijk mag ik weer Doekie niet, maar hij heeft toch heel veel gedaan voor de Nikerianen als de president van Nikerië. Maar als hij niet op de lijst komt, dan ben ik benieuwd waar zijn aanhang naartoe gaat. En zeker naar ons, want ik heb al signalen gehoord, gezien, dat een paar naar ons toe komen. We zien dat de regering weer een beetje wankel is. Weer ministers die gereshuffeld worden. Heel wat namen worden nu genoemd van ministers. Wat vindt u van deze situatie? Oh, het is voor ons geen nieuws. Deze regering is, of het een strategie voor hen is. Wanneer een minister 1 jaar is, wordt hij vervangen. Dan kunnen ze in aanmerking voor een directeursalaris. Misschien is dat een strategie. Maar wat ze ook doen, we zien het aankomen. Deze regering met dit beleid komt niet meer.